Natuurlijk heb je eerst gekeken naar de video over welke modellen er zijn. En wees gerust, dat kan altijd nog. Vooraf even kiezen wat je ermee wil maaien. Stoffen of dun leer. Of heb je iets nodig voor het zwaardere werk? In dit filmpje... In dit filmpje kijken we naar de handzamere zwarte machines, dus niet de zware industriële naaimachines. Als je een machine hebt gezien, verdiep je natuurlijk eerst in de eigenschappen. En dan ga je pas kopen. Maar als je het koopt, waar let je dan op? Het makkelijkste is om het van achter naar voor langs te lopen. Of beter gezegd, van achter het opwinden naar de voorkant het naaien. De spoelopwinder moet contact maken met de aandrijving. En het rubber moet flexibel genoeg zijn om het mechanisme te laten werken. Dat is stap 1. En nu we toch aan die kant kijken. De koppeling iets terugdraaien zorgt ervoor dat je kan spoelen terwijl de naald stil blijft staan. Lukt dit niet? Dat is een kwestie van uit elkaar halen en schoonmaken. Om te kunnen naaien heb je een spoeltje nodig. Zit deze er los bij? Of misschien zit er eentje in de houder onderin de machine? Om spoeltjes te kunnen winden is een spoelpin handig. De meeste Singer machines hebben twee van die spoeltjes, eentje beneden en eentje bovenop. Ontbreekt er één? Vaak kan je spoelen met de bovenste of je bestelt een losse spoelpin. Door naar het naaigedeelte. Gaat de voet heen en weer? Met de voet omhoog? Is het kijken of de machine in beweging gezet kan worden? Draait het balance wheel? Beweegt de naald, maar ook bewegen de zogenaamde feed dogs mee. Deze moeten op het uiterste punt zijn wanneer de naald weer naar beneden beweegt. Ook is het raadzaam om goed te kijken of alles er goed uitziet onder de motorkap. En als je toch bezig bent, voorplaatje eraf en zijplaatje eraf. Alles dat beweegt, overal waar metaal tegen elkaar beweegt, verdient tenminste één druppeltje naaimachineolie. En alleen naaimachineolie, geen WD-40. Beweegt er iets, dan ben je redelijk veilig. Want al is het droog, de naaimachine kan redelijk veel verdragen. Beweegt het met de grootste moeite of zit het onder de roest, koop het niet. Het binnenwerk is waarschijnlijk niet meer te redden. Mocht je een naaimachine kopen met de oude motor, dan raad ik je aan om een nieuwe vervangende motor te kopen. Want je loopt het gevaar geëlektrocuteerd te worden met oude draden. En je zou het bijna vergeten. Is het wel compleet? Zit alle plaatjes erop? Zie je ergens een gat of opening? En als de beschermende deksel een slot heeft, neem de sleutel mee. Accessoires gebruik je niet veel, maar het is wel handig om te hebben. En vergeet niet de Singer schroevendraaier. Deze zijn in verschillende vormen meegeleverd bij de nieuwe naaimachines en passen perfect op iedere schroef. Zelfs originele onderdelen. Het was het meest gangbare merk, het grootste bedrijf van de tijd. Dus er zijn altijd en overal onderdelen. En heb je iets gekocht en het is niet wat je had gehoopt? Er zijn miljoenen gemaakt en iedere dag komen tientallen op de bekende online verkoopsites. Er staat altijd iets bij een kringloop en vaak willen mensen er vanaf. Bij twijfel, laat liggen. Kijk verder. Eenmaal thuis de naaimachine even nakijken, schoonmaken, regelmatig van een drupje olie voorzien. En zo kan je er weer jaren van genieten.